Dit is Westland Report, de reportagerubriek van de gemeente Westland over ontwikkelingen en gebeurtenissen in onze regio. Deze keer over arbeidsmigranten in Westland. Westland is het meest vooraanstaande tuinbouwgebied van de wereld en behoort samen met de luchthaven Schiphol en de Rotterdamse haven tot belangrijkste aanjagers van de Nederlandse economie. Flora Holland is de grootste bloemenveiling van de wereld en Naaldwijk is een van de twee belangrijkste vestigingen. Het merendeel van de hier aangevoerde bloemen is bestemd voor de export. In grote, hypermoderne tuinbouwbedrijven werken dagelijks duizenden mensen, onder wie talrijke arbeidsmigranten. Maar zijn deze mensen van buitenaf wel nodig? Om die sterke Westlandse economie ook daadwerkelijk draaiend te houden en sterk te houden, hebben we heel veel mensen nodig. Nou, arbeidsmigranten hebben de weg naar Nederland gevonden en zeker natuurlijk ook de weg naar Westland gevonden. En daarom zijn die arbeidsmigranten ook hier van harte welkom. We hebben ze hard nodig in allerlei takken van sport in het Westland, productiewerk, maar ook onze high-tech industrie heeft mensen van buitenaf nodig. En ja, we moeten zorgen als Westland zijnde, als ondernemers, maar ook als gemeente, dat we dat goed faciliteren. En dat de arbeidsmigranten hier ook op de juiste manier hun weg vinden. Ik denk dat er eigenlijk altijd wel sprake is van behoorlijk veel werkgelegenheid hier in het Westland. We zien ook dat de vergrijzing toeneemt, dat we een mindere groei hebben van aan de onderkant van jongeren. Dus als we kijken naar de tendens, dan zullen we straks juist een tekort hebben aan arbeidshandjes. Wij horen natuurlijk wel eens de discussie, die arbeidsmigranten die nemen de baantjes in van de mensen die nu in de werkloosheidswet zitten. Nou, dat is een visie die ik zelf niet deel. Kijk, we zien dat de arbeidsmigranten hier toch naartoe komen, vaak voor tijdelijk werk, kortdurend werk. En dat is een andere vraag dan de vraag die we opvullen met de arbeidsmigranten. Het is een keiharde noodzaak dat die mensen hier naartoe willen komen. Het is heel goed voor hun eigen economie, want ze nemen toch geld mee naar Polen en dan kunnen ze daar weer investeren in hun eigen land. Voor ons is het ook heel erg hard nodig, want het is heel moeilijk om mensen te vinden in Nederland die dit soort werk willen doen. Simpelweg omdat de mensen over het algemeen goed opgeleid zijn voor dit werk. Of er zijn ook een aantal werklozen die gewoon zoveel problemen hebben met alcohol en drugs, dat het gewoon geen schijn van kans maakt om de productiviteit te halen die de Polen halen. En dat is, ja, ik zou niet weten hoe we de arbeidstak die we hebben, dus de tuinbouw in Nederland, kunnen draaien zonder de hulp van mensen uit Oost-Europese landen. Wij werken met Poolse arbeidsmigranten vanaf het begin al. En dat bevalt ons eigenlijk uitstekend. Momenteel wonen er enkele duizenden arbeidsmigranten in onze gemeente Westland. Ik denk dat ze bijzonder gemotiveerd zijn, alleen vanwege het feit al dat ze willen werken. En zodra ze hier werk hebben, verdienen ze in verhouding meer dan wanneer ze in het thuisland zouden werken. En daarbij zijn er nog een aantal die spreken een woordje Engels, wat niet onbelangrijk is. Dus de communicatie verloopt ook goed. En als er mensen zijn die wat niet goed gaat, die het werk niet goed doen of problemen veroorzaken, dan is het einde verhaal. Dan moeten ze gewoon vertrekken. En dan maakt het niet uit of het een Nederlander is of een Poolse medewerker. Daar maken we geen verschil in. Ik rijd ook zaterdagavond, want daar ligt eentje dronken. En dat is natuurlijk wat wij ook mee botsen. Maar zo iemand wordt nog één keer aangesproken, niet, wordt hij op staande voeten ontslagen. Dan hebben we zoiets, als jij alleen maar daarvan komt, dat kan je beter gaan. En dat begrijp ik ook in Westland, dat mensen dat niet willen. Als een Poolse migrant hier is komen werken en een langdurige werkrelatie heeft gehad en uit de werkrelatie valt, dan maakt hij een beroep op een uitkering waar hij zelf al die tijd aan bijgedragen heeft en ook voor gewerkt heeft. Wij hebben in het Westland, dat is natuurlijk wel afhankelijk van de seizoenen, gemiddeld 600 mensen ongeveer aan het werk. In het laagseizoen zijn dat er 500 en in het hoogseizoen kan dat wel oplopen boven de 750 mensen die dan aan het werk zijn in het Westland. Ik voorzie nog geen problemen met dat de Polen in Polen blijven of dat ze naar Duitsland vertrekken. Maar daarom is het ook zo belangrijk, en als ik het gewoon lokaal bekijk, dan zeg ik van, en daar is Westland toch ook wel goed mee bezig, dat we zeggen, well, laten we nou alles doen om die mensen gewoon te koesteren. Onze filosofie is dat als wij goed zijn voor de mensen, dan zijn de mensen goed voor ons. Dat is maar al te waar, denken wij ook.
mensen moeten productief zijn, dus je moet ze huisvesten in goede huisvesting. Huisvesting was een heel groot probleem, is eigenlijk nog steeds een heel groot probleem. En dat deed ons komen tot plannen te ontwikkelen voor de bouw van een hotel. Op basis van gesprekken met uitzendbureaus en geluiden uit de markt en ook initiatieven uit de markt hebben we geconstateerd dat er nog behoefte is aan ongeveer 2000 slaapplaatsen, 2000 bedden. Dus wij hebben de intentie om toch op relatief korte termijn die 2000 extra bedden te kunnen realiseren. We zijn begonnen in Den Haag, heel vaak problemen met parkeren, met buurbewoners. Toen hebben we gezegd, we moeten toch iets creëren dat al die mensen onder één dak plaats kunnen nemen. We hebben geen probleem met het huisvesten van arbeidsmigranten. Wij komen gewoon huizen tekort. En ik wil dat ze, als ze hier komen, dat ze gewoon een kamertje hebben, schone bed en gewoon een huis waar ze zich thuis voelen. Ik zoek geen kelders, ik zoek geen vakantieshuisjes. Dat gaat mij om gewoon huis, dat die mensen gewoon kunnen op menselijk leven. Ja, we willen mensen niet in caravans of tenten onderbrengen, maar de meeste mensen slapen in het Groenflex Hotel. Wat wij bijna helemaal tot onze beschikking hebben. Wij huren huizen in Den Haag, in Westland. Wat we natuurlijk mee botsen, dat zijn huizenmarkt is natuurlijk niet zo best. Zijn mensen welke willen huis verhuren, omdat die kunnen niet verkopen. Dat natuurlijk kan, dat willen we graag ook doen, maar dat horen we weer wel. Oh, als er maar geen Polen erin zitten. Dat is ook een probleem in Westland. Waarom? Omdat Westland het beeld van Polen. Niet, ik praat niet over hele Westland, maar Polen staat in Westland ook natuurlijk niet in een goede beeld. Polen staan in Westland, dat wordt alleen maar verhalen over slechte Polen gehoord. Dat wordt niet verteld over die keiharde werkers. En dat doet een klein beetje zeer. Ik ook accepteren met de Nederlandse mensen. Ik denk ook Nederlandse mensen ook accepteren voor mij. Ik ben normaal slechter met die Nederlandse familie. Alleen woon ik met vrouwen, met kindje, rustig, weet je, zonder feest maken. Ik denk voor mij, hetzelfde familie. En ik begrijp het wel dat dat wordt. Mensen, als ze horen, oh, wordt weer een Poolse hotel gebouwd. Oh, daar komen 300 Polen. Oh, dan is meteen zo'n petitie. Dan gaat de hele wijk meteen met de handtekeningen. Dat begrijp ik ook wel. Maar heeft die Polen ook kans? Praat daarover. Bij elk huis wat we huren, gaan we de buren op de hoogte stellen. Middels een briefje in de bus. Met een nummer wat ze kunnen draaien als er problemen zijn. Bovendien, wij richten zelf die huizen helemaal in. En we controleren één keer per week ook of mensen het huis inderdaad schoon houden. Dus ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat als je mensen hier naartoe haalt, dat je ze goed huisvest. En dat zou ook wel in de wetgeving ook beter geregeld kunnen zijn. Er lopen verschillende vergunningsaanvragen bij de gemeente Westland voor het plaatsen van tijdelijke huisvesting. In de vorm van units die speciaal voor bewoning geschikt zijn gemaakt. Het is de bedoeling deze units rondom bestaande woningen te plaatsen. Ze kunnen tegen elkaar of gestapeld neergezet worden. De getoonde beelden zijn van een complex in Diemen, dat speciaal is gebouwd voor arbeidsmigranten. Minister Kamp van Sociale Zaken is duidelijk bezig met een aanpak om malafide uitzendbureaus uit te bannen. En dat is in belang van iedereen, ook in belang van Westland. Westland moet ook over 10, 20, 30 jaar nog steeds een goede toonaangevende Greenport zijn. En dat kan alleen maar als we ook naar die lange termijn blijven kijken. Het uitzenden is natuurlijk, dat is onze core business. Maar wij vinden gewoon als werkgever, vinden wij het als plicht dat we die mensen ook goed huisvesten. Wij werven die mensen in Polen. Je doet die mensen beloven dat ze voldoende werk kunnen hebben, maar ook dat ze goede huisvesting hebben. Ik denk wel dat er toch wel wat uitzendorganisaties nog zijn die het niet zo nauw nemen met de regels van huisvesting. En daardoor komt ook vaak een pol negatief in het nieuws, groot uitgemeten. Die misstanden proberen we natuurlijk aan te pakken. Daarvoor zijn landelijk gewoon maatregelen als het interventieteam van minister Kamp. We hebben natuurlijk lokaal ons team van de bouw- en woningtoezicht die handhaaft op slechte woonsituaties. Dat is natuurlijk erg belangrijk. En er is in die hele keten van partijen goede afstemming en samenwerking. En dat zorgt uiteindelijk voor dat het werkklimaat gewoon goed is en blijft in het Westland. Sinds dat we het hotel geopend hebben, hebben de mensen ook de mogelijkheden om te eten hier 7 dagen in de week. Hechten we ook heel veel waarde aan, want die mensen die werken gewoon hard. En goede voeding is natuurlijk erg belangrijk. Er is voldoende te doen ook hier in het hotel.
En buiten het hotel, die mensen die gaan heel graag sporten. Hier in de buurt, we hebben een voetbalteam wat in de competitie meedraait. Mensen gaan ook heel graag, want daar zitten we gelukkig heel dichtbij, net het strand. Dat vinden ze helemaal prachtig. Dus er is voldoende te doen voor die mensen. En wat nieuw is, dat de mensen ook nu de gelegenheid krijgen om één keer in de maand naar de katholieke kerk te gaan. Dat is op een zondagsmiddag in Onselersdijk. Verleden jaar was dat één keer in het jaar. En nu in samenwerking met de Rooms-Katholieke Kerk is dat dus één keer in de maand. En ik ben ervan overtuigd dat die mensen daar ontzettend blij mee zijn. Vorig jaar juni heeft in Hotel Westland de eerste grote inschrijving in de GBA plaatsgevonden. Inschrijving in de GBA, de gemeentelijke basisadministratie, is belangrijk, zodat wij weten wie waar woont. Dus meten is weten, zouden we eigenlijk willen zeggen. We hebben inmiddels 2500 arbeidsmigranten ingeschreven in de GBA. Dat is voor de gemeente belangrijk, maar dat is ook voor de arbeidsmigrant zelf belangrijk. Het GBA is belangrijk voor de Polen. Gewoon door het feit dat ze toch het idee hebben dat ze dan daadwerkelijk erbij horen. Wij hebben verleden jaar juni hebben de primeur gehad. En wij, Tiede Vesta, maar ook gemeente Westland, de eerste 250 mensen hier ingeschreven. Toen heeft wethouder Leveling ook verteld aan die mensen dat ze er nu bij hoorden. En je merkte gewoon dat die mensen daar heel erg blij mee zijn. Een arbeidsmigrant die naar Nederland komt is verplicht om zich in te schrijven in de GBA als die voornemens is om langer dan 4 maanden ergens in een gemeente te verblijven. Vorig jaar zijn wij gestart met maatwerkoplossingen. Samen met de uitzendbureaus in het Westland hebben we ervoor gezorgd dat grote aantallen arbeidsmigranten zich konden inschrijven in de GBA. En voorts is het belangrijk dat de gemeente die wil ook de malafide uitzendbureaus aanpakken. Dus ook de huisvesting. Nou, zo hebben we dus in kaart hoeveel mensen er in bepaalde huizen wonen. Ook voor de veiligheid, et cetera, et cetera. Als ik nou denk, ik moet ongeveer 5 jaar of 10 jaar blijven in Nederland. Laat het terug. Hè. Ik denk, ga niet met woon ik met Nederlander makkelijk kopen en beter voor mij. Hè. Nou, als iemand weet dat hier jaren wil blijven, dan moet hij gewoon taal leren. Inburgeren in Westland is geen verplichting voor arbeidsmigranten, mensen die uit Europa afkomstig zijn en in Westland gaan wonen. 90% van de arbeidsmigranten zijn hier tijdelijk. De 10% van de mensen die toch voornemens is om hier langer te blijven en een gezin te stichten en ook echt in Westland op te gaan, die hebben daar zelf een verantwoording in. Uiteindelijk kunnen ze natuurlijk ook terecht bij ons werkplein Westland. De gemeente heeft een voorlichtende taak. En daarnaast is het zo dat uitzendbureaus natuurlijk wel taalkursussen geven. We hebben een afdeling, dat is voor Cooper van Eyck Academy, waar zo'n 1500 medewerkers elke dag les krijgen. Nou, niet elke dag, maar wel vaak. Op het gebied van Nederlandse taal, plantkunde en logistiek. Want wij vinden het erg belangrijk. Communiceren is makkelijk als je de taal kent. En ook het integreren gaat makkelijker. Ook een beetje dat ik nou een beetje spreken met Nederland. Ook alleen met leren met mensen met werk voor mij, met Nederlandse mensen. Nou, de laatste 3 maanden beginnen met mijn bas organiseren, scholen met Pools mensen. Het is heel erg belangrijk om Nederlands te beheersen. Zonder de taal kan je hier niks regelen, kan je hier bijna niks doen. En ik vind het zo belangrijk dat de mensen ook kans krijgen om de taal te leren. Dus de cursussen moeten er zijn. En die moeten ook toegankelijk zijn. Er zijn veel soorten cursussen die aangeboden zijn, maar die zijn ook voor gemiddelde Polen zijn ze gewoon te duur. Vroeger was het goedkoper omdat het ondersteund was door de gemeente en nu is het niet meer. Langzamerhand zijn steeds meer Poolse arbeidsmigranten zich gaan nestelen in onze samenleving. We zijn 3 jaar geleden in Noordwijkerhout begonnen. Dus dat was onze eerste winkel. En dat gaat helemaal goed, dus wij dachten, ja, waarom niet andere winkel? En deze is onze tweede winkel. Het is wel veel vragen, vooral in het Westland, waar heel veel mensen wonen en werken, vooral werken. En toen dachten we, misschien kunnen we nog eentje samen openen. Dus daarom is deze winkel eigenlijk ontstaan. En dat was gelijk succes, denk ik. Ten eerste is brood het allerbelangrijkst voor de Poolse mensen. Dus we krijgen speciale Poolse, traditioneel Pools brood uit Rijswijkse bakkerij.
Dat Poolse is een bakkerij. Poolse bakkerij, ja, inderdaad. En dan de tweede, vleeswaren. Een speciale worsten, vooral worsten met een hamen. Daar komen mensen ook voor. Ik heb bijvoorbeeld een Nederlandse klant, een mevrouw. Die komt eigenlijk bijna elke zaterdag voor een Pools brood. En voor heel veel Poolse mensen is het gewoon lekker gebakken worstje met uitjes. Dat is ook super. Wij hebben ook gestudeerd in het Nederland. Ja. Communicatiemanagement. En we willen gewoon. We hebben ook een beetje grotere ambities om door te groeien. Wat ik mijn doel is naartoe. Als die Polen in Nederlandse wijken komen, dat die samenleving ook wordt beter. En dat die Neer-Westlander ziet ook, hun zijn niet zo slecht als ze beschreven worden. Dat is voor onze belang, dat wij zijn tevreden, maar ook die Westlanders zijn tevreden.